Wil jij de allergoedkoopste FIFA 15 Ultimate Team Coins? Ga naar fifacoinsnl.com. Gebruik code PLAYFIFANL voor 2% korting. Link staat in de beschrijving en dan kan je zelf checken, want ze zijn echt de goedkoopste. Yo mensen op PLAYFIFANL, mijn naam is Mick en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is gelijktijd ook een nieuwe serie, want ik doe deze serie niet alleen, nee. En het is natuurlijk aflevering 1, dat betekent een nieuwe serie, ja. Okay. Nee, dit is echt een nieuwe serie, namelijk Battle to Glory. Ja, dit nieuwe serie op mijn kanaal. Yay! Battle to Glory doe ik niet alleen. Nee, het is daadwerkelijk een Battle to Glory. Ik doe deze serie samen met Knijn Speelt. Zijn link zal elke serie aflevering in de beschrijving staan. Dus zeker zijn kanaal checken. Met hem doe ik samen deze serie. De serie gaat als volgt. We spelen elke aflevering 1 wedstrijd. Dus 2 wedstrijden in het totaal van ons allebei. Daar ontvangen we natuurlijk coins van. Want ja, zo gaat FIFA. Je speelt een wedstrijd en je ontvangt coins. Hey. Logisch. Seizoen 1 bevat 10 afleveringen. 10 afleveringen. Dat betekent dat wij in totaal 10 wedstrijden mogen spelen. Dus er zijn 20 wedstrijden in 10 afleveringen en we spelen elk 10 wedstrijden. Zo gaat het eigenlijk. Na die 10 wedstrijden, dus na die 10 afleveringen, is er nog een 11e aflevering en dat is dan de finale. De finale gaat als volgt. We hebben dan een volledig team gebouwd, tot hopen natuurlijk, die gewoon goed genoeg is. En dan gaan we dan tegen elkaar spelen. Nou, degene die dan wint, krijgt de volgende seizoen een bonus. Dit betekent dus dat er meerdere seizoenen aankomen. Dus bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld win, start ik met een extra, nou is het 20k bonus. Ik weet niet of dat nog in de toekomst gaat veranderen, maar dan start ik dus met een 20k bonus. Dus krijg je 20.000 coins extra. Dat is dan het volgende seizoen, dus mag ik al met 20k voorsprong starten. Maar als je nou gewoon echt vette ideeën hebt voor wat de winnaar krijgt, zet het dan hier even in de reacties. En dan ga ik ze allemaal lezen. En als er een echte toffe zit, misschien ga ik hem dan zelfs gebruiken. Nou, laten we nu gewoon beginnen met de serie. Jullie zien mijn wedstrijd eerst. En daarna zien jullie Jessie's wedstrijd, oftewel Knijn Speelt. Dus ja, let's go. Zoals je ziet mogen één speler of een leenspeler contracteren. Het is echt gewoon een road to eigenlijk glory. Gewoon zonder bonussen. Dus we mogen gewoon alles doen wat we willen. Behalve coins kopen natuurlijk. Maar ja. Dus we gaan even één spelertje lenen en even kijken wie kunnen we allemaal lenen. We kunnen Royce voor 6 wedstrijden, Ribéry voor 3. Even kijken. Ik denk dat ik voor Royce ga. Dus doe ik deze speler leen contracteren. Ja, oké. En dan zet ik hem meteen ook in de spits. Dat vind ik veel handiger. En nu ga ik even proberen Gamerstreet op te bouwen. Want met 27 Gamerstreet kom je niet ver. Oké, dit is het starters team dat ik heb gemaakt. En laten we gewoon de allereerste wedstrijd gaan spelen. Ik ga het seizoen spelen. We mogen natuurlijk zelf beslissen wat we gaan spelen. Als Jesse zegt, ik ga competitie spelen, dan mag hij dat gewoon doen. Waar jij natuurlijk denkt dat je na 10 afleveringen de meeste coins op kan halen. En ik weet van mezelf dat ik toch niet dit toernooi kan winnen. Dus ik ga gewoon lekker netjes seizoenen spelen. Tuurlijk kan ik ook een leenspeler bewaren voor de finale voor 1 wedstrijd. Misschien kan ik Royce gewoon bewaren voor 1 wedstrijd in de finale. Hey, die is wel slim. Laten we gewoon beginnen met de wedstrijd. En hopelijk heeft mijn tegenstander ook een beginnersteam. En dit is het team van mijn tegenstander. En hij heeft ook Royce leent. Hij heeft ook Royce geleend. Ai. Het is een beetje even goed, hè. Het is niet echt dat ik kan zeggen, mijn team is veel beter. Maar ik kan ook niet zeggen dat zijn team veel slechter is. Dus het is normaal. Dus let's go. Oké, guys. Daar beginnen we dan met de wedstrijd. En hopelijk mogen we zoveel mogelijk goals maken. Want het zou niet echt tof zijn als we meteen de eerste wedstrijd zo verliezen. Hier een mooie bal op Royce. Oh shit, Royce. Schiet hem erin. Ja. 1-0 in de 8e minuut. Dit begint al goed. En dit betekent al dat we wat meer coins krijgen. Omdat we natuurlijk een goal hebben gescoord. Let's go. Oh shit, ik ben er door. Matri, come on. Come on, Matri. Knallen we in, Matri. Ja, 2-0 in de 14e minuut. Ik heb het gevoel dat hij gaat ragequitten, mensen. Maar dat hoop ik natuurlijk niet, want dan krijg ik minder coins. Dus niet ragequitten. Niet ragequitten. Trouwens, uiteindelijk kunnen we aan het overzicht zien of iemand gecheat heeft. Want ja, het is echt natuurlijk dat je 10 wedstrijden moet spelen en niet meer of minder. Dus ja, we moeten gewoon eindigen met 10 wedstrijden op ons overzicht. Dus dat wordt wel even lachen als iemand een disconnectje krijgt of zo. En dan tussen rent Royce hier en die maakt 3-0 in de 18e minuut. Yeah. Nee, fuck sakes. 3-1. Oh. En daar gaat hij dan hoor. De man gaat. Ja hoor. Oh nee hoor. En oh shit, de aids is real. De aids is real. 4-1. Lekker dan. Pff, 4-2. Let's go. Nee. Ah, ja.
Yes, 5-2 nog op de 90ste minuut. En dat denk ik dat dat betekent dat ik een overwinning heb. Oké, dat was het einde van mijn wedstrijd. Ik ga even kijken hoeveel coins ik krijg. Oké, ik heb dus 499 coins gekregen. Ik ga nog geen speler kopen. Dat ga ik de volgende aflevering pas doen. Want ja, dat is mijn tactiek. Wat een tactiek. Ja, jullie schakelen nu over naar Jesse. En dan gaan jullie zien wat hij gaat doen. En hoe hij eigenlijk zijn eerste wedstrijd speelt. En wat hij met zijn coins gaat doen. Dus ja, schakel over naar Jesse. Oftewel, Knij speelt. Let's go. Dit is mijn startsteam en het is ja, het is gewoon slecht. Het random links buiten Koreaan in de spits. En ja, ja, het is gewoon slecht. Maar met een paar aanpassingen is mijn teamgeest 55. Helemaal prima, dus wij gaan een potje spelen en hopelijk gaan we die winnen, want ik wil Mick inmaken. In divisie 10, let's go. Hij heeft 100 teamgeest, 83 beoordeling. Ik kom tegen dit team in divisie 10. Heerlijk. Nou, dit gaat tot orde hoor. En, oh, lekker keeper. Stonden we bijna 1-0 achter door. Ja, ja, zijn team is gewoon goed. Oh, ik zie hem lopen hoor. Ik geef de bal. Heerlijk balletje. Gaat er nu iemand voor de goal? Kom op, iemand voor de goal. En koppen we maar in. Boom. Nee, nog een keer. Boom. Volley. Holy shit, was toch een redelijke kans ook. Mooie volley van de Koreaan. Cornertje er maar. Hoppakee. En nu, schiet nog maar een keer. Weer een corner. Nu wel erin koppen. Kom op, jongen. Nee, nee. Gaat gewoon niet lukken. Als ik ergens slechte mensen zijn, dat wel corner. Oh, hij is er doorheen, hoor. Hij is er doorheen. Schiet hem maar, jongen. Boom. Lekker. 1-0 voor. Ik sta 1-0 voor tegen een full gold team. En ik heb een full bronze team. Dus ja, als je in de visie 10 zit en je komt tegen een goud team, dan moet je gewoon denken, ja, hij zit niet voor niks in de visie 10. Hij is gewoon slecht. Maar ik moet ook niet te vroeg juichen, want straks ga ik verliezen. Kom op jongen, dit kan je. Rustig om het keepertje heen en de penalty scheids. Wat? Dat is een penalty scheids, jongen. Ben je gek in je hoofd of zo? Nou, eerste helft zit erop. Ik heb veel meer schoten op Goldenham. Hij heeft wel meer schoten in totaal, maar of het nou hele goede schoten waren, nee. Maar ja, hopelijk blijft het 1-0 en dan win ik. Vind ik het best. Oh, heerlijk onderschept. Hoppakee, boom. Wat een lekker goaltje was dit, jongen. Rustig om het keepertje slepen en rustig erin tikken met de bronzen speler. Heerlijk. Oh, lekkere paas, jongen. Rem maar door. Schiet hem erin. Lekker. 3-0 voor. Heerlijk dit. Lekker balletje in de diepte. Gewoon lekker erin tikken. Hartstikke mooi. Wordt dit de 4-0? Wordt dit de 4-0? Boom. En het is 4-0. Holy fuck. Dit gaat lekker, jongen. Mag dan ook de bal? Dankjewel. En nu wel erin schieten. Boom. Lekker. 5-0. Laat me raden, dit wordt een rage quit. Ik weet het zeker. Ja, helaas wel. Kijk dan. M. Morris, hoe die ook heet. 9,8. Een andere spits, 8,8. Ook redelijk goed. Poeh, dit was wel een lekker potje. En we hebben 502 muntjes. Beter dan niks. Zoals jullie zien heb ik een snelle linksmidden gekocht. Nou, snel. 83 pace, op zich wel redelijk. Verder, zijn stats zijn ook... En dat kost hem maar 350 coins en speelt in de BBVA. Dus prima speler. Ik ga dus een beetje een BBVA team maken. Ik ben benieuwd wat Mick gaat maken. En dat was het weer. Ja. 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 Neem het dan met je neer in. Doe Mick niet doen. Oké, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze allereerste aflevering van Battle to Glory. Als je dit een super toffe serie vindt. Ja, echt gewoon super tof. Geef dan even een blauw duimpje omhoog. Geef niet te abonneren op degene die meedoet aan deze serie. Want dat zal ik natuurlijk waarderen. En hij ook heel erg. Dus check even de link in de beschrijving. Ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan even. Dan steun je mij daar echt mee. Want des te meer abonnees ik krijg op YouTube. Des te beter het eigenlijk kan gaan met mij op YouTube. En des te meer dingen ik kan gaan doen op YouTube. Dus ja. Ik zeg tot de volgende keer en tot de volgende video. Waarschijnlijk komt deze serie 1 keer per week of 2 keer per week. Dus ik hoop dat jullie blij zijn met deze serie. Laat even in de reacties achter wat jullie van deze serie vinden. En wat dus verbeterpunten kunnen. En natuurlijk wat de tegenstander krijgt in de finale. Of ja, als de tegenstander de finale wint. En wat de speler krijgt als hij de finale wint. Ik zeg later mensen.